Momenteel rijden er treinen tussen Groningen en Veendam. Die spoorlijn wordt eind 2024 doorgetrokken naar Stadskanaal. Er zijn plannen om daarna ook een spoorverbinding richting Musselkanaal en Emmen te realiseren. Die sluit dan aan op de bestaande spoorlijn tussen Emmen en Almelo. Daarmee zou er één lange spoorlijn tussen Groningen en Almelo ontstaan: de Neder-Saxenlijn.